Lieve dames en heren, gelukkige zonnewende. De midzomer, prachtige dag. Ik dacht, laat ik maar weer eens een videootje maken. Deze mooie dag, en dat komt ook omdat ik een paar weken vrij ben. Vandaar dat het tempo in de productie wat hoger ligt in deze weken. Hopelijk geen probleem. Ja, nogmaals, ik vier dit altijd. Deze dag, de 21ste van juni. De traditie mag wat mij betreft wat meer in ere gehouden worden. Pagan history, zoals ze dat vroeger deden. En wat is nou belangrijker voor, als je even terugkijkt, en nog steeds voor onze voedselproductie, is de zomer en de zon is heel belangrijk. Dus waarom niet vieren dat het de langste dag is? Toch prachtig. En zo kun je natuurlijk ook 21 december vieren als de kortste dag, want vanaf dat moment worden de dagen weer langer. En dan ken je wel dat verhaal van dan blijft de zon optisch gezien 3 dagen hangen. En dan komt hij weer tot leven en dan vieren we kerst. Dat heeft dan met die zogenaamde met die Jezus te maken. Dat is allemaal onzin. Dat heeft gewoon met de zon te maken. Vandaag een kleine follow-up en over natuurlijk de situatie Iran. En wat andere onderwerpen die ik weer niet kan laten liggen. Laten we beginnen met iets smakelijks. Namelijk de kousenband. Oh nee, we worden hier niet met de groente geconfronteerd. Maar met een echte kousenband. En hier staat Willem-Alexander, nu echt ridder in de orde van de kousenband. Nou, je ziet ze staan. Hier Queen Elizabeth, de lizard. Dan hebben we daar de toevallig blonde mevrouw Maxima de Zorgueta. Natuurlijk helemaal typisch Zuid-Amerikaans Indiaantje, maar niet heus. En hier hebben we onze koning Pils, de koning Willem-Alexander. Nou, The Most Noble Order of the Garter. Ik heb hier eerder van gehoord in die trilogie, of tenminste in een serie over de Ring of Power, de Three Cities. Interessante documentaire was dat. En die haalde ook deze orde aan als de hoogste orde. Het is ook zo. En laat je niet misleiden dat het alleen maar ceremonieel zou zijn. Nee, dat heeft natuurlijk wel iets meer betekenis dan alleen dat. De Queen staat aan het hoofd, die beslist wie mag toetreden. En we hebben natuurlijk een prachtige, prachtige ceremonie. Hè, moet je eens kijken naar die poppenkast, hoe ze erbij lopen. Het lijkt wel carnaval. Hier nog zo'n mooie kruis waar de nazi's of de Duitsers altijd mee rondliepen. Dat is allemaal één pot nat, daar aan de top. Kijk dan toch, de gilde. Daar staat hij, of daar loopt hij, sorry, met het St. George's Cross, het St. George's Kruis. Ik ben er gelukkig niet naar vernoemd, als ik het goed heb. Nou, hartstikke mooi, daar gaan ze in optocht. Dat is 1 keer per jaar op de dag van St. George. Met z'n allen, ja? Met een stokkie, misschien een rollator als je niet meer anders kan. Volgens mij laat alleen die Queen zich rondrijden, die hoeft niet mee te lopen. Nou, hier heb je al die sukkels die het Koningshuis fantastisch vinden. Laten we even verder gaan kijken. Hier is koning Philippe van España. Dus ook voor wie nog niet door had, hier is prins William. Koning Pils. Voor wie het nog niet door had, deze families behoren tot de rijkste en machtigste families ter wereld. Ja, nog steeds. En ze doen niet voor niets aan deze ceremoniële, rituele dingetjes. Trouwens, de benoeming van hem was buiten de camera's, dus achter gesloten deuren. Hoe dat feitelijk gaat, weet niemand. Tenminste, ik weet het niet. Als jij het weet, laat het weten. En deze orders hebben een hele belangrijke functie. En ik zal zo over Wikipedia er nog bij pakken. Het was dan bedoeld zogenaamd om de belangrijke adel aan de vorst te binden. En daar zit wat in. Want je moet wel zorgen dat het volk gecontroleerd wordt. En dat kun je niet je eentje doen. Daar heb je je middlemans voor nodig. Zogenaamde hogere adel. Kijk, we zwaaien en hartstikke blij. Zij ook, wat een lelijke hoed. Fantastisch. Nou, hier gaan we naar de Wikipagina, de orde van de kousenband. Laten we eerst even kijken naar een stukje geschiedenis en waarom ze deze fantastische het devies hebben ze dan. Oniswa qui mal y pense. Schande over hem die er kwaad van denkt. Nou, daar kun je natuurlijk allerlei gedachten op loslaten. Ook in de zin van, ze bekokst over dingen achter gesloten deuren bij die ridderorders, bij de tempeliers, bij de vrijmetselaars. Bilderberg, et cetera. Omdat ze niet willen dat de mensen weten waar ze het over hebben, blijkbaar. Dus ze hebben het over dingen die mogelijkerwijs
schadelijk zijn voor hele grote groepen mensen. Laten we het even de burgers noemen, de kudde. En je zou kunnen zeggen, nou, schande over hem die er kwaad van denkt. Dus schande als jij denkt dat ze hier dingen bespreken die slecht voor ons zijn. Dus nee. Dat mag niet. Onzin. Maar er zit natuurlijk een heel fantastisch verhaaltje achter over een of andere kousenband die bij een of andere vrouw vroeger in tijden losging. En de koning die maakte er iets van en heeft toen dit gezegd, et cetera, et cetera. Whatever. Ook leuk, Windsor. Laten we het even over Windsor hebben. Die heette niet echt Windsor, hè? Net als de Battenbergers, dat die hebben zich Mountbatten genoemd, dus in Bretagne. Nou ja, ontsproten. Ook in Nederland, net als in Engeland, geldt dat het allemaal mensen zijn die zijn oorsprong vinden in Duitsland. Het grote Duitse Rijk. Dat is Rijk. Kijk maar naar onze familie. En dat is allemaal toevallig aangetrouwd, maar het zit al dieper natuurlijk. En kijk naar de Engelsen. Van Saxe-Coburg. Daar wou ik het ook even over hebben. Van de leden, ik zal het klein stukje voorlezen. Van de leden wordt verwacht dat zij trouw zijn aan de soeverein van de orde. Deze trouw strekt zich in het geval van ridders zoals buitenlandse staatshoofden vanzelfsprekend niet uit tot de reguliere horigheid zoals de orde die kent. De Japanse keizer Hirohito werd uit de orde gezet wegens misdraging tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Britse kroon. Maar later opnieuw aangenomen. In de Eerste Wereldoorlog werden diverse staatshoofden en onderdanen van de centrale machten, waaronder keizer Wilhelm II en de hertog van Sachsen-Coburg-Gotha, uit de orde verbannen. Nee, dat is dus grappig, hè? Want dit is de werkelijke naam van het Engelse koningshuis. Van Sachsen-Coburg-Gotha. Niet Windsor. Het orde-reglement bepaalt dat bij overlijden van het ordelid juwelen dienen te worden terugbezorgd aan het Britse koningshuis. Bij hoge uitzondering heeft de Britse koningin toegestaan dat de versierselen van koningin Wilhelmina in Nederland zijn gebleven. Zij zijn te zien in het museum van de kanselarij van de Nederlandse ridderorde op het Loo. Om ook nog weer eens even samen of te benadrukken hoe innig de band is tussen de koningshuizen van Nederland en Engeland. Het is allemaal één grote familie, zeg maar. Het ordereglement bepaalt, oh, dat heb ik al gezegd, op 21 april prins Andrew Edward toegetreden en nog William als 1000ste lid van de orde. En nu dus koning Pils, koning Willem-Alexander der Nederlanden. Hij is nu ook standaard gast bij de Bilderberg-conferentie ieder jaar. En ja, als vertegenwoordiger van zijn familie bijzonder rijk en bijzonder machtig. Dus, Tempelierskruis, St. George's Cross, laat je niet bedotten door al die onzin ceremonie. Deze mensen hebben werkelijk het voor het zeggen. En zij gaan over hele grote delen van ons leven. Hè, wat voor wetten er hier zijn. Wat voor belastingen we moeten betalen. Als er oorlog gevoerd gaat worden. Wat voor voedsel we hier tot ons kunnen nemen. Hè, wat voor, nou noem maar op. Wat voor tol je betaalt. Wat voor instituten er allemaal zijn. Het wordt allemaal door deze mensen bekokstoofd die lid zijn van dit soort orders. Dus, helemaal niet goed, leuk, positief, ritueel, nee, weg ermee. Dan wil ik hier even op terugkomen. Het is alweer op 5 juni gebeurd, waardoor één video van mij is verwijderd. Maar ik heb ook geconstateerd dat er een aantal kanalen zijn verwijderd, zoals bijvoorbeeld Brother Nathanael, Zionist Watch, etc. Dus inderdaad, YouTube is met een grote schoonmaak bezig geweest. En de entlozing van de waarheid is een feit op dit platform. Dus ik moet ook op mijn woorden letten. Oh ja, anders gaat mijn kanaaltje ook weer naar de kloten. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Dat noemen ze dan, we zeggen het ook weer. YouTube gaat video's verwijderen waarin de Holocaust wordt ontkend. Of de nazi-ideologie wordt verheerlijkt. Ook video's die andere, tussen aanhalingstekens, goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen ontkennen of suprematie van een bepaalde bevolkingsgroep claimen worden door het platform weggehaald. Nou, dat is raar, hè? Want als je het mij vraagt, ik ontken helemaal geen werkelijk goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen, alleen niet goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen die als de waarheid worden verkocht, maar het niet zijn. Hè? Daar moet je gewoon realistisch in zijn, maar ja, dat mag niet meer. Je mag niet meer zelf nadenken, je mag niet meer logisch nadenken, je mag niet meer kritisch zijn.
allemaal niet de bedoeling, meneer en mevrouw Schaap. Ja, moeten we even luisteren naar ons. Dus wordt dit gewoon verwijderd, zodat het nooit meer in de geschiedenis kan voorkomen dat er ook maar iemand een andere mening gaat hebben over alles wat er zogenaamd zou zijn gebeurd. Dan het hele MH17 debakel. We hebben nu het JIT. En die heeft zogenaamd 4 verdachten nu gebrandmerkt. Met naam en toenaam. En dat zijn de daders, onder andere. Motief, daar hebben we het niet over. Of ze wel of geen motief hadden, maakt niet uit. Zij zijn de daders. Hebben we bewijs? Nou, niet echt, maar indirect. En we hebben wat bandopnames. Hoe zijn we eraan gekomen? Ja, dat maakt niet uit. Waarschijnlijk vanuit de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die hebben heel veel bewijs aangeleverd. En zodoende. En Bellingcat heeft ook enorm geholpen. Maar nee, we gaan het allemaal voor de rechter brengen. En het maakt niet uit dat ze niet opkomen dagen. Want natuurlijk komt er niemand opdagen. Hè, waarom ze ook komen dagen als je niet schuldig bent. Dat is allemaal voor de show, dames en heren. Het showproces kan beginnen. Daar gaan we tegen de rebellenleider van Oost-Oekraïne. Vanaf dag 1 was dit een politiek idee, een politiek proces. Dat vliegtuig was nog niet neer. Of ze begonnen al te roepen. Poetin heeft het gedaan. Rusland is verantwoordelijk. En dat hebben ze volgehouden. Tot de laatste snik zullen ze dat ook volhouden. En zo werkt dat. Grappig, hè? Maar niet heus. Wat er werkelijk is gebeurd, zal het grote volk nooit te weten komen. Nooit. En dat komt onder andere door dit soort onderzoeken van het JIT. Ja, want de anti-Rusland propaganda moet vooral doorgaan. Dan, ook de vaccinatiepropaganda moet vooral doorgaan. Wat nu weer? De Gezondheidsraad, dat is ook zo'n verschrikkelijke raad. Die zou je ook zo allemaal een nekschot willen geven. Als ik gewelddadig was, maar ben ik niet, hè. Dus dat is symbolisch gezegd. HPV-vaccinatie rond 9 jaar. En ook voor jongens. Zitten ze daar te giechelen. Hè? Dat is leuk. Leuk weer zo'n prik vol met chemicaliën in je lichaam gespoten krijgen. Ja, want je weet het wel, hè. Baarmoederhalskanker. Het grote woord bij het HPV-virus. Hebben jongens gelukkig geen baarmoederhals. Dus je zou zeggen, waarom ook voor jongens? Nou, daar heeft de Gezondheidsraad wel iets op verzonnen. Deze vaccinatiepushers. Want de industrie heeft er genoeg op de plank liggen. Als wij ze maar willen. Hè? En er wordt voor gezorgd. Goed. Ik hoef niet lang stil te staan. Hoop ik deze cijfers. Ik geloof ze voor gemeten. En dan nog. Nou oké, dan gaan er minder dan 100 of 1000 mensen per jaar dood aan kanker. Van de hoeveelen. Ja, er zijn er heel veel die doodgaan aan kanker. Daar ga ik het dadelijk ook nog even over hebben. 5G komt eraan. Ook leuk. Laten we het nog eens over kanker hebben. Nadat het helemaal is uitgerold. Hè? Schaamlipkanker, peniskanker, anuskanker. Ik hoor het niet zo vaak langskomen. Echt niet. Maar blijkbaar, als deze cijfers werkelijk zo zijn. Nou, dan moeten we ons verdomd veel zorgen maken. En allemaal een prikje halen. Hè? Een prikje voor een prikje. Oh nee. Komt er het rijksvaccinatieprogramma. Dus het is gratis. Ah, nou, als het gratis is. Hè, dan gaan we er graag voor in de rij staan. Of niet dan? Ja. En dan weer dat gelul over die groepsbescherming en bladibladibla. Ja, seksueel overdragen contact. Nou, pas op met seks, mensen, want het is gevaarlijk. Sex kills. Ja, het gaat goed met de depopulatieagenda, by the way. He, gaat heerlijk. Fantastisch. Goed. Toevallig. Enorme belangstelling voor gratis meningokokkenprik in Amsterdam. Dat arme volk wordt helemaal lam geslagen met al die propaganda over hoe gevaarlijk het allemaal niet is. En laten we vooral eens moeten laten vaccineren. En wat zie je dan? Er staat een rij voor de gratis meningokokkenprik. Nou ja, ik weet hoe het vroeger ging. En als je dan een... Zo, die is de rij lang, als je eens goed kijkt. Tenminste, staan ze allemaal in de rij? Nou, vroeger had je dan zo'n disco, een club. Had je zo'n portier. En die wist hoe het werkte. Je moest zorgen dat er buiten een rij stond, want dan wilden de mensen naar binnen. Dan was het vast wel gezellig, als er een rij stond. Dus zo doen ze dat. Binnen geen kut te doen, maar dat maakt niet uit. Mensen moesten wachten in de rij. Want goed, dat hoorde erbij. Dan, ernstige effectenziekte. Het is allemaal verschrikkelijk, hè? Stel je ervoor dat je kind doodgaat. Verschrikkelijk. Je moet er niet aan denken. En dan dit, ja. Volksgezondheid in Europa in het geding door twijfels over vaccins. Oké, beste broeders en zusters. Als je dus waar het geringste twijfel hebt over vaccins, dus als je
in je bolle kop haalt om daar kritische vragen over te stellen, dan ben jij persoonlijk verantwoordelijk voor het volksgezondheid in Europa. Dat het enige ding is. Dat is verschrikkelijk. Maar moet je toch niet in je hoofd halen? Je bent toch niet verantwoordelijk voor de hele volksgezondheid van Europa door kritische vragen te stellen over vaccins? Ja, dus wel. Dus wel, volgens deze media. En dan ook nog uit het grootschalige onderzoek van de onafhankelijke Britse stichting Wellcome. Ja hoor, ja, Wellcome. Blijkt dat mensen in steeds meer Europese landen twijfelen over de veiligheid en effectiviteit van vaccins tegen kinderziektes. Daardoor loopt de volksgezondheid gevaar, schrijft de WHO. Gevaar! Dus als je het nogmaals in je bolle kop haalt, ja, je vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Nou, duidelijk kunnen we allemaal vastgezet worden om die reden. En met we bedoel ik dan andere mensen zoals ik, die het ook niet helemaal vertrouwen. Om het maar zacht uit te drukken. Ongelooflijk. Hè? Welke kant het opgaat. Ja, doen we dat dan? Nou ja, ik probeer het tenminste met nog wat kritische noten te kraken. En probeer het ook alsjeblieft te doen. Het is lastig, weet ik. In je directe omgeving helemaal. Want ja, meneer en mevrouw Schaap zijn bijzonder goed geprogrammeerd. Het lijkt wel gehypnotiseerd. Moeilijk om ertussen te komen. Anyway, ben vooral kritisch over vaccinaties. Vooral kritisch zijn. En alsjeblieft niet aan kleine kinderen geven die nog helemaal geen ontwikkeld afweersysteem hebben. Ik zal je zeggen waar het naartoe gaat. Het gaat toe naar verplichte vaccinatie en al in de baarmoeder. Daar gaat het naartoe. Goed. Voor het nageslacht. Dan dit. Dit had ik al eerder gezegd, of tenminste laten zien. Van ja, sturen 100 extra manschappen naar het Midden-Oosten. Maar ik wilde voornamelijk hier eventjes benadrukken dat ze nieuwe beelden hebben. Nieuwe beelden van het zogenaamde, nou ja, dit schipje, die sloep met die Iraniërs die speciale legereenheid. De Iraanse revolutionaire garde, daar zocht ik naar. Die een onontplofte mijn verwijderen van het schip. Want die eerste beelden, die waren natuurlijk niet echt overtuigend. Of zeg maar gerust, die waren totaal niet overtuigend. Die waren lachwekkend. Maar blijkbaar, godzijdank, hing er ook een helikopter in de lucht van de Verenigde Staten van Amerika. Waar je ook nog door kunt zeggen, zijn de Iraniërs dan echt zo dom? Hè, dat ze voor het oog van en een helikopter en een drone gewoon dingen doen die ze later, die ze voor het voetlicht geworpen kunnen worden in de zin van, nee, jullie waren hier fout bezig. We gaan nu tegen jullie vechten, oorlog voeren. Nee, zo dom zullen ze toch niet zijn. Hier is wat anders aan de hand. En laten we de beelden wel eens even bekijken. Dan hebben we dit. Ja, dit gat. Zo. En dit. Nou, ik zeg knijterhard bewijs. Knijterhard bewijs. Fijn dat ze nieuwe beelden hebben. Pah, god, wat zouden we moeten doen zonder nieuwe beelden? Het is nog steeds niet overtuigend. Natuurlijk. Hè? Propaganda. En dan krijgen we dit. Hè? Dus fase 2. Iran haalt Amerikaanse drone neer. Claimt dat hij in zijn luchtruim vloog. Ja, nee. Oude truc, hè. Dus je laat zo'n drone het luchtruim van Iran binnenvliegen. Provocerend. En je wacht tot hij wordt neergeschoten. En je zegt, oh, Iran heeft iets neergeschoten. Maar wij vlogen helemaal niet in een luchtruim. Het was in een internationale luchtruim. En nu gaan we bommetjes laten vallen. Ja. Nou ja, dit is weer het typische truc. Een barbatruc. En dan kijk maar hier, hè. Want Reuters zegt, US drone shot down by Iranian missile in international airspace. US source. Dus sources say, hè, het was helemaal niet in het luchtruim van Iran. Alles stond er klaar. Hè, op basis van deze zoveelste leugen, je bent de tel van al kwijt. Bommetjes te laten vallen. En wat wil het geval? Ze zijn niet gevallen. Want, ja, waarom weet niemand, VS wilde Iran aanvallen, actie op het laatste moment afgeblazen, zegt deze oranje baviaan, zogenaamd. Waarom überhaupt dit laten weten? Blijkbaar is het belangrijk voor, nou ja, Kamp West, zeg maar, om ons te overtuigen van het feit dat ze eigenlijk hadden willen aanvallen, maar het niet gedaan hebben. En ja, waarom het er niet gedaan is, geen idee. Maar Trump heeft duidelijk gezegd, je made a big mistake. Dan ben je een backmistake. Dus, door dat soort trucjes, waar Amerikanen natuurlijk heel veel kaas van gegeten hebben, om oorlogen te beginnen, proberen ze dus toch wel iets op gang te brengen, een groot conflict, maar om de een of andere reden is het er nog niet van gekomen. Ja, goed, we gaan wel zien waar dat toe gaat. We kunnen er toch vrij weinig aan veranderen.
ondanks alleen het tegengeluid laten horen dat je het er niet mee eens bent met deze gang van zaken. En iedereen die erover zwijgt is eigenlijk ook een soort van indirecte, ja, ik moet zeggen, medeschuldig aan wat er allemaal gebeurt als je je mond dicht houdt. Maar het is wel een hele laffe struisvogelpolitiek. Goed, dan nog eventjes om te benadrukken. Iran is niet de vijand. Iran ligt ingesloten tussen een heel groot aantal Amerikaanse bases. Tegenwoordig trouwens ook in Irak. Ze kunnen alleen een beetje naar het noorden kijken voor vrienden. En waarom zou Iran het riskeren om hier olietankers te saboteren? Dat is helemaal niet in hun belang. Dan kunnen ze toch hele andere methodes voor verzinnen. Je kunt ook tankers onklaar maken. Door bijvoorbeeld iets aan de sloep, zeg je dat? De schoep te doen. Om daar een klein explosiefje te plaatsen of het roer onklaar te maken. Of je doet het op andere manieren. Als zij graag naar de zaak willen afsluiten. Want die mogelijkheid hebben ze in principe. Het is een relatief machtig land in de regio. Relatief zeg ik, hè, want ze hebben bijvoorbeeld geen kernwapens. Zoals Israël en de rest wel heeft. Maar ja, om nog maar een keer te benadrukken. Iran ligt ingesloten. En de grote vijand Amerika, -Israël, hebben het op Iran gemunt. En Iran mag zich wat mij betreft verdedigen. Dan nog even iets anders raars, zo'n rare zaak. Ik volg Martin Vrijland nog steeds. Die heeft hier aandacht aan besteed. Ik eigenlijk niet. Maar het is een verdomd raar verhaal, die hele Anja Schaap. Zoals al vaker een heel raar verhaal. De revue is gepasseerd, ik noem Anne Faber en er zijn nog heel veel andere voorbeelden. Waarvan je denkt, what the fuck is going on here? Hè? Hoe worden we eigenlijk in de maling genomen met dit soort dingen? In zee gedumpt, tuurlijk. Nou, lekker makkelijk, hè? Er heeft waarschijnlijk niemand bij je zitten kijken. Kun je niks bewijzen. En allemaal op een of andere zoekapp, een Sherlock Holmes app, onbewust te promoten. In het onbewuste te planten. Ben op je hoede. Dit soort verhalen, het komt veel te vaak voor de laatste tijd. En er klopt heel veel niet aan. Ik heb ook naar opsporingen verzocht zitten kijken. En ik moest meteen denken, wat is dit een raar filmpje wat we hier te zien krijgen. Die schaap die liep een beetje op en neer in een café. Er was eigenlijk verder helemaal niemand. Daarna een lege straat, donker, ook een beetje lopend, verder niemand. Ja, kwam heel raar over. Laat ik het daarop houden. Denk drie keer na voordat je in dit soort mediaspectakels trapt en je laat meezuigen in emoties, terwijl het mogelijkerwijs allemaal bullshit is. Om af te sluiten, lieve dames en heren. Kijk, gebruik van chemische middelen bedreigt drinkwaterkwaliteit in Nederland. Die scholiertjes, hè, die een dagje hebben lopen spijbelen om tegen het klimaat te protesteren, of ik moet zeggen, voor het klimaat te protesteren, what the fuck is the difference? Ik heb geen idee, want het klimaat is wat het is. Dan doe je verder helemaal weinig, doe je verder niks aan. Het klimaat is gewoon wat het is. Klimaat. Verandert altijd. Klimaat. Dat is klimaat. Dat verandert. Waar je tegen zou moeten protesteren is de vervuiling van ons milieu. Lieve scholiertjes. Hè? Want het gaat helemaal fout met de kwaliteit van ons water, grond en lucht. En hoe komt dat? Ja, dan komt omdat er een miljardenindustrie al heel lang met heel veel winst over onze hoofden het milieu verontreinigen. En wij doen er dan mee als consumentslaafjes door de producten te kopen die uiteindelijk indirect of direct heel slecht zijn voor het milieu. Ja, zo zou ik die scholieren op het hart willen drukken. Denk eens wat beter na voordat je de volgende keer weer in het vliegtuig stapt voor een zoveelste vakantie. Of voordat je een lekkere burger haalt bij de Burger Thing of de McVomit. Want dat is niet goed voor het milieu. Denk daar even iets beter over na, mensen. Hè? Dit alleen al, het feit dat het dus ons drinkwater wordt bevuild. En dan niet alleen zomaar bevuild. Nee, toch gewoon een van de meest smerige, kankerverwekkende stoffen die ooit geproduceerd is, namelijk glyfosaat. Dat feit alleen al zou moeten betekenen dat wij met z'n allen dit moeten verbieden. Wij, ja, de overheid die ons zou moeten beschermen. Ja, maar dat zijn allemaal corrupte mensen. Nou, dan moeten we daar verandering in brengen. He, want als het niemand ons beschermt, dan krijgen we dus een situatie dat dit in de massaal in ons leefmilieu voorkomt, waardoor we ook massaal met z'n allen kanker krijgen. Dat is ook epidemie nummer 1, doodsoorzaak nummer 1. We krijgen bijna allemaal kanker, we gaan er bijna allemaal dood. Hoe zou het komen? Nou, onder andere hierdoor. Wat doen we eraan? Veel en veel te weinig. Zeg maar gerust, eigenlijk helemaal niks. Die bedrijven die kunnen decennia lang hun gang gaan.
En wij hier maar met z'n allen dagen organiseren. Sta op tegen kanker. En oh, we moeten strijd voeren tegen kanker. En iemand heeft kanker overwonnen. Oh, is een held. Fantastisch. Nee, heeft geluk gehad. Hoe dom kan de massa zijn? He, kijk eens naar de oorzaken. Gewoon kijk eens naar de oorzaken. En ook als het planbureau voor je leefomgeving aangeeft dat het echt een probleem begint te worden. Het is al een probleem. Maar met name glyfosaat in ons drinkwater. Ja, moet je toch eens achter de oren gaan krabben. Misschien moet je toch eens even onze hele industrie gaan omvormen. Begin even met geld regeert niet langer. Ja? Want dat is het probleem. We belachelijke winsten, monsterwinsten met monsterproducten. Het maakt helemaal geen zak uit. Dan ben je de grote held in ons systeem. Het belang van onze gezondheid en onze welvaart. In de zin van ook mentaal, geestelijk. Schone lucht, schoon water, schone grond. Daar wordt helemaal niet aan gedacht. Het is alleen maar winst maken over de hoofden van de burgers. Er moet echt een keer verandering in komen. Dus goed, alleen om deze reden al zou je moeten zeggen, het hele product moet verboden worden, het vervuilt als drinkwater. Plus, het brengt kanker. Vrijdag 21 juni 2019 laten we nogmaals met een vrolijke noot eindigen. De langste dag. Lieve mensen, geniet ervan. Cheers, tot de volgende.